Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Hier is het helemaal taoppie. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laat ons kijken. Oh, dat is die smerige troep uit Engeland. Marmite. Dat kennen we. Dat is Engelse pasta eigenlijk. Dat kan je op een broodrammetje doen. Sommige mensen smeren op hun kaas. Ik gooi er altijd een schepje van in de uiensoep. Is dat lekker? Nee, dan heb je Vegemite. Dat is eigenlijk hetzelfde soort. Maar dit wordt voornamelijk in Australië gegeten. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat het verschil is tussen Marmite en Vegemite. Marmite, yeast extract. Vegemite, yeast extract. Ja, dan weet ik het ook niet. En dan heb je hier Brofuel. Dit is dan zeg maar de pasta, alleen dan gemaakt van rund. De Brofuel Beef, High Protein Beef Paste, ook voor op een boterhammetje. Dus allemaal lekkere smeerseltjes uit Engeland. Alleen er is één probleem, het zijn helemaal geen lekkere smeerseltjes. Het is wel uit Engeland. Nou, dan moeten we die troep maar even proeven. Butler, broodje. Dankjewel. Om het een beetje leuk te houden, beginnen we met de Marmite. Want de Marmite, die ken ik. Hoe ziet het eruit? Nou zo, als stroop. Wat zit erin? Dat weet ik niet. Maar het stinkt verschrikkelijk. Ik zal eens kijken. Wat zit er nou eigenlijk in, joh? Oh, dat hebben ze er maar niet opgezet. Het ziet er niet lekker uit. Het ruikt ook niet lekker. Laten we eens proeven. Dit is de Marmite. Gadverdamme. Dit is de Marmite. Het is verschrikkelijk zout. Het is bitter. En het smaakt naar. Ik weet niet eens waar het naar smaakt. Ik weet nu wel waar het naar smaakt. Komt het wel eens voor dat je denkt, even in mijn oor, zo. En dat je net even lang te doorgaat. En dat je net even te diep gaat. En dat je op een gegeven moment zomaar zo. Ken je die smaak? Dat hebben ze in Engeland in een potje gestopt. De smaak gaat verdikken gewoon een oorsmeer. Niet te geloven. Hoe smaakt dan de Vegemite? Want wat is nou het grote verschil met deze bende? Yeast extract. En zout. En dan nog een beetje troep. Maar ik zou het echt niet weten wat het verschil is. Oh, dit ziet er uit als geronnen motorolie. Oh, dit stinkt ook, jongen. Verschrikkelijk. Maar het is wel op een andere structuur. Kijk, waar dit dus een soort glimmende teer is. Is dit een beetje doffe teer. Doffe ellende is het. Maar goed. Smeren we erop. Kijk, ander verschil. Dit is bruin en dat is zwart. Proeven. Oh. Dit is toch helemaal niet lekker om op een boterham te smeren. Dit is echt een straf. Gadverdamme. Dit is nog viezer dan de Marmite. De Vegemite. Proudly made in Australia. Niet te bunkeren. Het is inderdaad een combinatie van hele bittere oorsmeer. Vermengd met motorolie. Dit kan een mens toch niet normaal eten. Het doet helemaal een beetje pijn aan mijn keel. Het doet pijn aan mijn maagje. En ik heb het helemaal in mijn mond zitten. Het blijft, dat is zo'n smaak en zo'n geur wat om je heen laat hangen. Lijkt wel of ik de kont van een paard heb leeggebikt. Brofuel, de laatste, is gemaakt van rund. Ook weer voor op je boterhammetje. Ook weer met yeast. Allemaal met yeast. Het zal ook wel niet lekker zijn. De Marmite en de Vegemite hebben mij eigenlijk al in een lichte depressie laten doen komen. Ik neem aan dat de Brofuel niet heel veel beter is. Het is wel vloeibaarder dan
dan de rest. Kijk, ze zijn er zo uit kunnen lopen. Het is... Ja, het is een stuk vloeibaarder. Het is ook zwart. Het is ook glimmend. En het zal ook wel weer heel goor zijn. He? Gaat die, de Brofuel. Deze is... Ik word hier verdrietig van. Het is zo ongekend vies. Ik kan het ook niet met heel veel dingen vergelijken. Omdat het natuurlijk van gist is. Van geest. Nou, ik zal je even vertellen. Deze dekseltjes, die gaan op die mooie potjes. Want het ziet er prachtig uit. En die komen er nooit meer af. Nou, deze dan. Hier gooi ik dan een kwakje van in de uiensoep. Dat is dan wel lekker. Maar het is niet te bunkeren om dat gewoon op je boterhammetje te smeren. Niet doen ook. Ook niet gewoon proberen, weet je. Sommige mensen die denken, ah leuk, dat is vies, dat ga ik proberen. Dat zou ik niet doen. Het is verschrikkelijk. Het zit in mijn mond. Ook al dat het eruit gaat. Enfin, tijd voor de cijfertjes. Ja, jullie begrijpen natuurlijk dat de cijfertjes niet best worden. Er gebeurt wel iets unieks in deze fantastische reeks van Jans Reviews. Ik heb drie producten, die krijgen alle drie hetzelfde cijfer. En alle drie in één. Heb ik nog nooit gegeven. Maar dit is zo uitgesproken vies. Ik zou even vertellen, als ik iemand ken die dit op zijn boterham smeert, dan stop ik ermee. Dan haak ik de knopen door. Dan wordt er een vriendschap opgezegd. Want dit, normale mensen eten dit niet. Dus de Marmite, die krijgt van mij een 1. De Vegemite, die krijgt van mij een 1. En de Brofuel, die krijgt van mij een 1. Dit moet je niet aan je grootste vijand geven. Nou, misschien je grootste vijand. Maar ik zou het niet eens aan een zwerfhond geven, dit. Verschrikkelijk. Ga je schamen, Engeland.